Op het kasteel in Laeken heeft de hele koninklijke familie de 80ste verjaardag gevierd van koningin Fabiola. Alleen prins Laurent zult u niet zien op deze beelden. Hij kwam veel te laat. Eigenlijk is Fabiola pas volgende week jarig op 11 juni, maar het feest werd vervroegd omdat ze die dag een verplichting heeft in het buitenland. In een korte speech vertelde de jarige dat ze al 30 jaar lang een chocoladetaart krijgt voor haar verjaardag, telkens van de moeder van Chantal, een gehandicapt meisje. Ook voor deze 80ste verjaardag is dat weer het geval. Laten we denken aan alle motorische invalide kinderen van overal en ook aan Chantal. En laten we voor hen klappen voordat we de kaarsjes uitblazen. Alors, il faut applaudir maintenant.